Het ministerie van LVV heeft voor de zesde maal GAP-certificaten uitgereikt aan landbouwers in Suriname, in Saramaka. De landbouwers kwamen in aanmerking voor de certificaten nadat ze met succes een driedaagse training hadden gevolgd. De trainingen zijn bedoeld om landbouwers skills bij te brengen, zodat ze kwalitatief betere producten kunnen leveren. Dit alles in het kader van de verscherpte exportregels van de Europese Unie. De trainingen zijn verzorgd op het districtscommissariaat van Saramaka. Minister Rabin Parmeser heeft de GAP-trainingen voor alle boeren verplicht gesteld. De trainingen moeten ook resulteren in het behoud van de lokale en exportmarkten. En dat meldt het Nationaal Informatie Instituut, NII.